App maken? Ik leg het je uit. Of het nou voor je eigen idee is of voor school. In deze video krijg je de basis. Hoi, ik ben David. Ik help heel veel mensen met een app idee. En of je nou bezig bent met zo'n eigen idee of voor school. Deze video geeft je de basis in 7 stappen om te zien waar je aan moet denken. Punt 1. Heb ik een goed idee? Hoe test je je idee? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Ik heb hieronder een methode om in 2 minuten te zien of je een goed idee hebt. Kun je meteen aan je docent laten zien of voor jezelf testen of dit een goed idee is. Kom je daar meteen achter. Klik op de link hieronder. Die gaat over testen van je app-idee. Punt 2. Kan ik mijn idee verkopen? Kan ik een heel lang verhaal over houden, maar het antwoord is nee. Je moet echt een app in de markt hebben. Je moet er geld mee verdienen en dan kun je er langzaamaan gaan denken om het aan te verkopen aan een investeerder of zoiets. Dus een idee verkopen, niet doen. Punt 3. Hoe word je een succes met je app? Hoe pak je dat aan? Hetzelfde of je nou een idee hebt of als student bezig bent met een opdracht. Eigenlijk maak je van tevoren gewoon een plan. Nou, of je dat dan nou een rapport oplevert aan iemand of zelf mee aan de slag gaat, nou, dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Maar zorg in ieder geval voor dat je een plan hebt met financiering als opties erin, marketing, je verdienmodel en je doelen. Dan heb je eigenlijk een goed plan. Zorg daarnaast voor een goed design, dus dat het mooier uitziet en makkelijk werkt. En voor techniek. Welke ontwikkelaar gaat voor jou aan de slag en wie gaat dit voor jou bouwen? Punt 4. Hoe zorg je ervoor dat veel mensen je app gaan gebruiken? Oftewel, de marketing van je app. Nou, dat doe je door niet te vertrouwen op, ik plant iets in de App Store en ik hoop dat het een succes wordt. Nee, je gaat je eigen promotie doen. Alles wat je doet voor promotie, zorgt dat het bijdraagt aan het viraal gaan van je app. Dat er eigenlijk een soort van tandwiel ontstaat, dat steeds sneller gaat, draagt daaraan bij. Maak je app dus noemenswaardig. Punt 5. De kosten. Hoeveel kost mijn app? Meer dan je denkt. Helaas, een app maken, maatwerk voor iets, een uniek idee, kost zeker 30.000 euro. Dus ga dan weer terug naar je plan. Hoe haal je financiering op? Wil je iets maken voor een bedrijf, past het bijvoorbeeld bij je opdracht, dan kun je wel eens maar nadenken over gestandardiseerde apps. Die kunnen vaak voor een paar honderd euro per maand, kan een bedrijf al echt geholpen worden. Kijk dan in de markt, ga zoeken wat er al beschikbaar is en vaak kun je daarmee al veel goedkoper een effectieve app maken. Punt 6. Ja, ik had het over kosten moeten gefinancierd worden. Financiering. Hoe krijg je geld om je app te betalen? Nou, eigenlijk moet je van tevoren vooral een plan maken en laten zien dat het werkt. Dan komen er investeerders naar jou toe, omdat je laat zien dat het werkt. In de tussentijd zorg je ervoor dat je van kleine bronnen dingen bij elkaar trekt om bijvoorbeeld een eerste prille versie van een app te maken. Ik had het net over de kosten. 30.000 euro voor een app, dat klopt wel eens een beetje. Maar voor 15.000 euro, kleiner bedrag, maak je al een proefversie. Daarmee kun je aantonen dat het werkt en haal je investeerders naar je toe. Punt 7. Hoe kun je nou die echte kosten van je app inschatten? Nou, maak je nou iets voor jezelf of als student, dat maakt niet uit. Ik heb hieronder een manier om een echte offerte te krijgen van een ontwikkelaar zonder dat je erop hoeft te wachten. Hieronder krijg je meteen het document, download hem en daarin vind je ook een methode om de kosten van je app te berekenen. Krijg je eigenlijk een uitgesplitste offerte die je meteen in je scriptie, opdracht, publicatie kunt gaan zetten en meteen ziet hoeveel je app gaat kosten en welke financiering er tegenover moet staan natuurlijk. Succes met je opdracht, zorg ervoor dat je goed cijfer haalt. Met deze punten vind je ze allemaal. Als je deze video loskijkt, ga dan naar appspecialisten.nl/student. En daar vind je eigenlijk alle tips op een rij met alle links, handige dingen om het meteen toe te passen. Zet hem op.